eerste officiële wedstrijd voor FC Groningen. Hoe heb je het ervaren? Ja, hartstikke mooi. Daar heb ik eigenlijk de hele tijd naar uitgekeken. En ja, dat is gewoon fantastisch om zo'n wedstrijd voor het eerst voor Groningen te spelen. Ja, de eerste helft had je het vrij rustig volgens mij. Ja, eerst had ik het vrij rustig. Alleen wat voetballend werk. En gelukkig. Ja. En de tweede helft? Ja, de tweede helft heb ik denk alleen het schot op de goal gekregen waar de goal uit komt. En een voorzet hoeven pakken. En voor de rest viel het eigenlijk ook wel mee. Ja, die goal die kwam bijna letterlijk uit de lucht vallen. Nou, ja, letterlijk uit de lucht vallen wil je niet zeggen. Ik denk dat ik die bal ervoor lang moet schieten. Maar hij schiet hem daarna wel fantastisch binnen. Dan krijg je zo'n bal tegen, dan wordt het 1-2. Heb je dan het gevoel van, nou, dat kon nog wel eens een moeilijke avond worden? Ja, tuurlijk. Dan gaat het publiek achter staan. Iedereen krijgt weer geloof. En dan kan het moeilijk geworden, maar gelukkig hebben we het over de streep getrokken. Ja. Hoe blijf jij dan rustig? Nee, ik probeer gewoon mijn ding te blijven doen. De jongens blijven neerzetten en dan het potje afmaken. Ja, want jullie hadden het in de eerste helft eigenlijk al af kunnen maken, hè, gezien een aantal kansen. Ja, dat denk ik ook. Een aantal goede kansen, maar die gaan dan helaas niet in. En dan maak het jezelf eigenlijk moeilijk. Ja. Ja, en dan wordt die wedstrijd onderbroken. Er wordt vuurwerk afgestoken. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik keek naar de bal. Ik hoorde ineens een harde knal. En toen bleek dus dat het vuurwerk vlakbij de keeper was gegooid. Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar... Nee, want weet je, de mensen komen natuurlijk voor een leuke avond voetbal. Er komen 4000 mensen hierop af. Jullie willen ook gewoon lekker voetballen. Ja, dan wordt het onderbroken. Jullie gingen de kleedkamer in. Je moet jezelf weer opwarmen. Heel vervelend. Ja, dat is nooit leuk. Je wil gewoon lekker 2 keer 45 minuten spelen achter elkaar door. En dan... Ja, zo'n break is niet leuk. Moet je weer een warming-up gaan doen en begin jij weer opnieuw. Dus leuk is het niet.